to Fight Cancer. Een evenement waarbij mensen 2 kilometer zwemmen om daarmee geld op te halen voor het goede doel Fight Cancer. Er is inmiddels al €388 opgehaald. Wij zijn vandaag aanwezig bij dit bijzondere evenement in de Singelgracht in 's-Hertogenbosch. En ook heel blij dat jij er bent. Je zet je enorm in voor kanker. Ambassadeur van Kika. Ja, klopt. En ja, dit is natuurlijk een ander initiatief en het is altijd mooi dat, dat je daar een klein beetje een steentje aan kan bijdragen. Dus ik ben hier vandaag om het startschot te geven, mensen te motiveren en iedereen natuurlijk een medaille om te hangen. Maar vandaag, als we met z'n allen samen zijn en ik zie hoeveel geld we ophalen voor het onderzoek tegen kanker, wat juist die mensen in het ziekenhuis helpt om hun genezingskans ietsje groter te maken, weet ik zeker. En daarom gaan we vandaag Swim to Fight Cancer. En ik wens iedereen heel veel succes en vooral ook heel veel plezier. Dank jullie wel. Kilometer in het buitenwater zwemmen valt nog niet mee. Aan de gezichten van de zwemmers te zien is het zwaar, maar dat is de strijd tegen kanker ook. Patiënten die de diagnose kanker krijgen, worden ook zo in het diepe gegooid. Voor hen is het zwemmen of verzuipen. Opgeven is geen optie. Staat u vandaag hier aan te moedigen? Verschillende collega's van mijn vriendin. Die werken bij de Rabobank en er zwommen er 3 mee. En die zijn nou net uit water hier op de tussenstop, dus vandaar. En weet u ook waarom ze meedoen? Ja, Fighting Against Cancer, dus een goed initiatief. We maken het in onze omgeving allemaal mee, dus vandaar is het een heel goed initiatief. Wie staat u vandaag aan te moedigen? Mijn schoonzus die zwemt mee, dus die sta ik aan te moedigen. En weet u ook waarom zij mee zwemt? Heeft ze daar een speciale reden voor? Omdat er een aantal mensen in de familie aan kanker zijn overleden, dus dat is de reden waarom ze meedoet. En wat vindt u er nou van dat ze meedoet? Ik vind het heel knap. Volgens mij is het vies, het is koud, dus heel knap. Ja. Wie staat u hier vandaag aan te moedigen? Jeroen Bouwmans. En wie is dat? Een van me. Maar hij moet zo meteen uit water komen, denk ik. Hij is nummer 105. Dus ik zit echt te kijken of dat hij het gaat halen. Tot hier. En waarom doet hij mee, weet u dat? Nou, omdat er familieleden van ons aan kanker overleden zijn. En omdat hij het gewoon een goed doel vindt. En hij doet het met het team van de parade. Ja. Oh.
Ja, superleuk. Het was echt enorm gaaf. En ja, ze hebben mensen aan de kant. Ik had trouwens supporter aan de zijkant. Dus ja, het was echt een hele leuke tocht natuurlijk. Dit moet je gewoon echt ieder jaar gaan doen. Dit is echt zo ontzettend leuk. Ja. Maar het mooie is natuurlijk wel alle mensen hier. Echt, ja. Ik heb niet gemerkt dat ik gezwommen heb. Ja, je ziet de bos op een hele andere manier. En superleuk overal beentjes, enthousiaste mensen. Het was heel erg leuk om te doen. En het laatste cijfer wat we hebben. En beste mensen, is echt ongelooflijk. Je mag het ook uitschrijven. Het is een 5. We hebben 500.000 euro opgehaald. Is dit geweldig? En moet er van u een tweede versie komen, een tweede editie? Ja, alleen al om het goede doel. Dat we elk jaar 500.000 op kunnen halen voor kankeronderzoek, dat zou fantastisch zijn. Ik hoop dat het een traditie wordt. Ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat we dit volgend jaar weer zullen doen. En wie weet dan met het dubbele aantal deelnemers.